vroeger ging ik s'avonds in Gansels morgens en dan s'avonds ging ik naar huis toe van Rotterdam naar Vlaardingen lopen. Ik zeg, dat kon allemaal veilig. Je bent in Elkater weer geboren, hebben gewoond. En dan werd je... Kon je ook veilig wonen toen. Toen. Nu. Deed dit, maar nu knapt het weer op, hè? Ja, het zijn alleen maar voor degenen die voelen. Ja, dat klopt. Ja, want niet voor ons, hè? Nee, dat is goed. Wel, zo, want wij konden er ook naar terug, want we woonden nog in Rotterdam. Ik zeg, nou, ik zeg, om zoveel geld te betalen. Dat is te duur. Als het betaalbaar was geweest, was je misschien teruggegaan. Ja, dan had ik naar Katen gegaan. Maar dat is nu een juffer. Nee. Ja, maar ik zet er wel gelijk. Ik zet er nou in werk uit. Niet voor ons gebouwd. Ja, ik heb niks tegen juppen, maar het was leuk geweest als het een mengelmoes is. En dat u ook terug had gekregen. Ja. 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 Dus wij worden gewoon de stad eigenlijk. Een paar juppen is niet erg. Nee, ik zet want ik ben ook geld mee. Vroeger. Ja. Maar niet alleen maar juppen. Ik zette mijn motor neer op kraten, ik zette mijn helm erop en ging op slot sleutje eraf. En ik ging met het bootje mee naar de Maashaven. Oh, ja. Het schip lag op stroom. Het is ging je werk doen. Leven. En ik kwam lekker terug. Nou, ik zou toch nou nog niet eens mijn fiets neer durven zetten. En toen was het slecht, was heel slecht. Ja, maar alles was bezorgd. Met in de gaten houden alles. Ik zou het toch leuk vinden als je hier toch een keer terug komt. Maar jullie succes nog? Ja, hey. En vooral morgen? Hoop dat morgen. Ik wil lekker zo een beetje kletsen. Morgen is natuurlijk een goede dag. Hè, ja, dan weet je wat er leeft, hè, onder de mensen. Ja, ik hoor nog wat. Ja, toch? Hoe lang bestaan jullie dan? We zijn eind vorig jaar begonnen. Het zat sensief, omdat wij willen geen beroepssplitters zien. Want die beloven aan, want we stoppen ze geld in een nieuw stadion. Dus wij hebben alleen maar mensen die met een poot in de klei staan. Hey, wat verwachten jullie? Qua uitslag. Ja. Heel spannend. Wij doen heel veel online. Ja. Omdat we nieuw zijn. Dus als je naar die statistieken kijkt, ziet het er goed uit. Het Stadsinstituut Rotterdam. Wij zijn nieuw, wij hebben geen beroepspolitici, alleen maar mensen uit de praktijk. Dus een huisarts uit Krooswijk, welzijnswerker Ette Meijer, misschien kent u hem nog. Manuel Kneepkens, kent u misschien? Ja, die wel. Is onze lijstduwer van de oude Stadspartij. Ja. Stadsdichter. Ja, onze stadsdichter. Maar u doet alles online, zeg ik net. Wij doen heel veel online, op internet. Ja, nou ja, daar kun je niet veel op bouwen, want daar is nou die referendum ook voor, hè? Ja. Of je alles kan vertrouwen. Ja. De staat ga je een beetje uitzoeken. Maar je leest niet wat nou het beste is voor of tegen, want er wordt zo weinig aandacht aan besteed onder de referendum. Alleen dan maar die politieke partijen. Nou, je mag gewoon neutraal stemmen. Het referendum hoor je als niks over. Zou een referendum over het referendum wat gaan komen? Ja, daar kan je op stem voor stemmen. Ja, ja of nee? Ja. Maar er wordt weinig. Het wordt gewoon niet goed uitgelegd, bedoelt u? Ja. Ja. Je leest daar weinig van. Wel al die politieke partijen. Wat ze allemaal vinden, ja, ze dringen allemaal en bla 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 op die televisie. En dan denk ik, gaat het eens over het referendum? Niemand heeft het daarover. Ook die politieke partijen niet. Over het referendum. In die debatten. Ik heb gisteravond weer een debat gezien op Rotterdam TV. Ja. Misschien hebben ze het erover. Nee hoor. Alleen maar over wat ze... modder gooien naar elkaar. En dan heeft u het uitgekeken of heeft u hem uitgezet? Nee, ik op een gegeven moment dacht ik, jullie praten iedere keer hetzelfde. Hou nu maar eens een keer je mond dat modder gooien naar elkaar. Daar is het politiek niet voor. Wat is voor u nou het belangrijkste? Is dat wat u net zei over Katendrecht? Ja, nou, ik vind alles belangrijk in Rotterdam. Ik ben niet voor niks de stad uitgelegd. En ik kom van Katendrecht, hoor. Daar ben ik geboren en getrokken. Nou ja. Waar we tussen de Grieken, de Chinezen, Negers, Surinamers, alles gewoond. Denk ik ook nog. Van alles zat er. Hoertjes, alles zat er. Alles zat er. Dus ik ben helemaal niet tegen een... En dat was de charme, of niet? Dat er van alles nog was. Nou, je kon daar gewoon goed wonen. Ja. Je had nooit geen overlast van die mensen. En nu zegt u te veel alleen maar op de juppen. Ik zou graag terug willen, maar het is gewoon niet meer te betalen. Nee. Nee. Nou. En dan die achterstandswijken waar je al 36 jaar woont, wat... Maar goed dat het gezonnetje is, hoor, meneer. Binnen 10 zo gaat. Maar goed dat het gezonnetje is. Dan ga je het luchten dat er niets gedaan wordt. Weet je wat de woningstichting dan zegt? Je kunt beter maar gaan verhuizen. En dat heeft u gedaan. Dus dan dachten we, nou, we gaan er, als ik dan toch 700 euro moet betalen, ga ik op de dag in. Dan wil ik niet in Penderen of de Slingen ook nog eens beroemd. Want waar ik nu woon... Ik raad elke Rotterdammer aan naar Bergshulp. Ik ken het. Het is heel... Nog gemoedelijk. Gemoedelijk, ja, rustiek wou ik zeggen. Of rustig, ja, gemoedelijk. Of
Echt waar. Ja, maar ik vind het allebei leuk. Ik vind het ook leuk om een rustige wijk te zijn, maar dan vind ik het ook weer leuk om onder de mensen te zijn. Ja. Dan kan je vertrekken. Als jij zat bent van de drukte, dan kan je weer naar huis. Kun je weggaan. Ja. Fijne dag allemaal. Ja, nou, ik zou zeggen, succes morgen. Succes, dag, doei.